Nederland kun je op veel verschillende soorten manieren verkennen, maar hoe stoer is het als je met het vervoersmiddel uit de jaren 50, 60 op pad mag, een Solex? We gaan vanuit de Haarsteeg richting het mooie Heusden en ik ben heel benieuwd met wie ik vandaag allemaal op pad ga. Zo, wat een gezelligheid. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ga ik met deze mensen op pad, Jos? We gaan met deze mensen op pad. Nou, dat is de gezelligheid. Hey, de jaren 50, 60, dat was de tijd van de Solex. Ja, de jaren 50 en 60, toen had bijna iedereen een Solex. Ik ben heel benieuwd naar die route, want wat gaan we vandaag zien? Ja, we gaan een hele leuke route maken hier langs de Maas en door de vesting van Heusden en langs de Loonse en Drunense duinen. Een tochtje van 38 kilometer. 3 uur kun je doen. Onderweg kun je leuke terrasjes pikken. Hey Jos, dan gaan wij hier deze prachtige omgeving verkennen. Maar kun je met de Solex ook elders in Nederland op pad? De Solex kunnen op elke gewenste locatie in Nederland gebracht worden. Zodat je een eigen route kunt rijden. En dat is vanaf 18 personen. Oké, voordat we weggaan, Jos. Zijn ze wel een beetje zuinig en een beetje goed voor het milieu? De Solex rijden op milieuvriendelijke benzine. Zonder uitstoot. Want wij vinden dat recreëren met de Solex gaat niet samen met milieuverontreiniging. Dus, Heel goed. Dus we doen, gewoon, zijn goed bezig. We zijn goed bezig, hè? Nou, helemaal top. Laten we gewoon gaan. Ja, oké. Prima. Doen we. En hier in het mooie Heusden eindigt onze tocht. Ik vond het echt een enorm leuke manier om deze manier de omgeving te ontdekken. Wil je dit ook een keer doen? Kijk op rtl.nl/trips-and-travel. En wat zeggen we hier in Brabant, mensen? Hallo!